De selectie van NEC werkte maandagmorgen de eerste training van het nieuwe seizoen af. Dat gebeurde op de velden van WVW in Weurt. Zo'n 100 supporters waren bij de training aanwezig. Aanwinds Kevin Jansen trainde apart. Die is herstellende van een afgescheurde kruisband. NEC traint onder leiding van Adrie Bogers, Patrick Pothuizen en Wilfried Broekhuis. De Nijmeegse club is nog een afwachting van een hoofdtrainer. Wie dat gaat worden is nog niet bekend. Vorige week kon NEC Jack de Gier al van het lijstje schrappen. De Gier verlengde zijn contract bij Almere City. Andere kandidaten zoals Selko Petrovic en Fouke Boy komen ook niet meer in aanmerking voor de functie van hoofdtrainer. Aldus technisch directeur Remco Oversier.